300 polymer. Oké, okay, dat is best wel duur. 1800 metal ingots. What? Hey, hallo, maar welkom bij een nieuwe aflevering van Team Nino speelt Ark Survival Evolved. En vandaag zijn we weer compleet met nieuw Enzarna. Yeah! Yeah! Nice, ik ben echt heel blij dat we weer compleet zijn. Caves waren leuk en nu parkour. Nee, ik ben bij de baby dino's. Woep. Shabam, ik ben binnen. Wow, oh, dat is echt een heel groot ei. Dus, mag ik op de foto met het ei? Yes. Ja hoor. Oh, ik heb geen kleren aan. Is dat erg? Een beetje. Had ze nog voor je klaargelegd? Je bent bij beetje. Je baby dino's. Je bent kleiner dan het ei, maar ja, je bent wel kleiner dan meer dingen. Yep. Oh, ben ik kleiner dan het ei? Ik wil het niet weten. Het is echt een mooi ei. Je zou uit het ei gekomen kunnen zijn. Ik denk dat ik wel... Er kunnen er wel twee... Als ik mezelf op zou vouwen, dan zou ik wel twee keer in het ei passen. Makkelijk. Een morte tweeling. Keer gewoon, volgens mij is het C in dit spel, hè? Ja. Ja, dat past echt wel. Pas je daar echt wel twee in. Geen probleem. Maar dat gaan we... Oeh, man, het is echt een lelijk trolletje. Ik ben Gollum. Gollum. Dingen. En nu gaan we iets anders doen, want dit ei is gewoon aan het uitbroeden. Hoe ver zitten we? Kijk, incubating. Ik heb hem echt net neergelegd. Ja. Oh, en niet Joop is volwassen, zie ik nu. Yay, go niet Joop. Sowieso niet Joop. Die namen, though. Ja, echt heel vet. Het gaat echt goed. En het lijkt al, ik wil zeggen lammetje, maar het is een hertje. Ja. Maar toch blijft het volgens mij veel makkelijker om dino's te temmen dan om ze te breeden. Yep. Kost inderdaad veel minder resources. Maar ja, goed. Maar is het net zo leuk, is de vraag. Weet je, ja, dan zijn ze nooit zo klein. Aww. Laten we... Okay, we hebben twee afleveringen terug. Hebben we vogel gebouwd. Zwitserl je rekken. Is de nieuwe bijnaam van Zwitserl. En deze unit... Oké, eindelijk zijn die plantspecies X zijn allemaal volwassen. Ja, het kost 2 caves, maar... Dan groeien ze ook. Het duurt eventjes, ja. Oh, kijk, daar komt een raptor. Dat is misschien wel een goed voorbeeld. Straks dan lopen we onze basis in. Dan kan ik gewoon hier in het naam toe vliegen. En als ik hem dan... Ja, ik kan hem... Ik zal hem proberen niet te bijten. Dan kun je zien hoe goed... Tenzij dat echt een level 1000 is. Oh nee, dat had ik net nog opgepakt. Volgens mij is hij level 8. Oh, dan zou die echt zo dood moeten zijn. Ja. Bam. Dood. En dit ding valt echt alles aan, jongen. Dat is echt fantastisch. Maar jij net had ook echt heel erg mazzel. Nee, ik wilde hem opeten, maar je hebt hem met je poten helemaal naar de andere kant van het eiland gesweept. Grappig. Bam, bam, bam. Ik kan gewoon hier, deze pteranodon, schiet ik gewoon even uit de lucht. Heb ik helemaal niks voor te doen. En dat is echt super, want als je dan vlees moet halen, nou, deze Starco, ik kan gewoon even bij zitten. Groene bolletjes zijn best wel grappig. Ja, het ziet er 's nachts ook heel cool uit. Het worden alleen niet heel goed getekend, volgens mij. Nee, ik heb er ook wat moeite mee. Net ging het beter. Maar soms maar net de hoek waarvan je kijkt, volgens mij. En misschien ook al omdat hij nu naar beneden aan het schieten is en zo. Het zal ook, ja, hij schiet wel vaker naar beneden. Dan gaat het best wel goed. Het werkt het beste als hij zo net voor je zit. En deze Sarko zit er keihard vast. Maar ze kunnen dus gewoon nooit bij, hè. En als je dan nog een beetje erbij nomt, dan kijk hier. Hoppakee. Nou doen ze het werk. Ja, dat is echt relaxed. Ik had net echt binnen no time koelkast vol. Ik heb een beetje geprobeerd met een... wat wel aardig was, als je dan een dolfijn achter je aan laat zwemmen, zeg maar. Niet achter je aan laat zwemmen, maar... Je kan sommige dinosaurus kun je dingen laten verzamelen. Er zitten hier wel echt heel veel krokodillen. Ik kan me helemaal niet herinneren dat het hier zo gevaarlijk was. Maar ja, dan laat je de dolfijn laat je achter je, die blijf je bij in de buurt. En die dolfijn laat je dan spullen oppakken. Dan laat je dan de lijkjes, zeg maar, verzamelen. Maar dat werkt helemaal niet zo goed. Dat is best wel jammer. En ik heb het ook met een wolf geprobeerd en het ging ook niet goed. Het lijkt wel alsof dinosaurus alleen maar, ja, die lijkjes gaan opeten als ze meegeholpen hebben met vechten. En dat is juist het hele idee, is juist dat je die planten het vechten laat doen. En dan heb je gewoon iemand nodig om het alleen nog maar te verzamelen. Maar dit is wel echt super chill. En ik weet niet of we het al verteld hadden, maar we hebben nog maar één bever.
Volgens mij is het wel de bever die echt... Nee, niet op schieten. Niet op de bever schieten. Oh, shit. Ik ga eerst naar van zoek. Oh. Ja, de rest van de beven zijn gedispand in onze bergavontuur, of in onze grotavonturen. Oh. Iets te ver uit de buurt gegaan, dus we moeten hier toch iets anders voor verzinnen. Er is ook nog geen dam. Maar misschien is het water ook wat te diep. Ja, echt heel stom. Nou ja, we hebben wel het... Kijk, we hebben nu al best wel wat vlees. Oh, het valt wel mee. 2,5 stack. Zag ik niks. Nou, ik heb ook niet echt heel erg hard lopen gather. Maar ja, de Battlebird doet het wel echt heel goed. En hij werkt ook echt op grotere dinosauriërs. En ook als je bijvoorbeeld hier zo, ja, hier onderin, onder water. Ik vraag me af of het er nog is, maar ik ben hier net al een beetje overgevlogen. Er liggen gewoon overal dode vissen of zo in het water. Want dit ding schiet echt op alles gewoon. Dat is wel echt heel nice. Dus als we vlees moeten halen, dan is het best wel makkelijk om dat op deze manier te doen. Ik vraag me af of hij ook al damage gepakt heeft. Bijvoorbeeld die metalen platformen en zo, of die plots. Ik heb geen idee. We kunnen het wel even experimenteren. Nou, ik denk het eigenlijk bijna niet, want die kleine dino's die kunnen sowieso metalen gebouwen. Dan ze kunnen er niet maken, bij. Dus. Je kan trouwens nu al goed zien, als die plant species echt iemand raken, dan kan hij even niks doen. En je ziet ook dat deze schildpad, dat hij gewoon een klein beetje achteruit aan het bewegen is. En dat komt gewoon, hij wordt gewoon, ja, volgens mij heet het gestunlocked. Yes. Nou, bedankt schildpad, dat is wel makkelijk zo. Dat is wel chill, toch? Ja, overal van die planten opzetten. Ja, ik heb ook zoiets van, ja, het is best wel een idee om gewoon van die paracers te maken en dan gewoon als een tank te gebruiken. Dat is early game wat haalbaarder, toch? Platform voor paracers of zo, welk level zou dat zijn? Oeh, dat zou ik moeten nazoeken, maar dat was wel de eerste die volgens mij vrij kwam. Ja, volgens mij is dat iets van level 30 of 40 of zo. Dat is wel best snel. Je daar gewoon 8 van die planten opzetten of zo, want je hebt ook helemaal niet zo heel veel ruimte nodig. Nee, klopt. Nee, en ze krijgen dus water van de regen. Volgens mij is dat genoeg water. En ik geloof ook dat... kun je hier... Oh, je moet in die plot kijken, ja. Qua mest gebruik ik volgens mij ook helemaal niet zoveel. Dus het is echt super chill. Maar ik ben echt heel blij met dit ding, man. Het duurt even om... In het groeiproces dan vragen ze nog heel veel mest en water. Maar als ze helemaal volwassen zijn, dan... Ja, volgens mij zou je hem dan gewoon met je eigen uitwerpen zullen wel vol kunnen blijven gooien. En dan komt het wel goed. Anders moet je maar wat stimberries eten. Ja, werkt dat ook? ik denk dat als je zelf stimberries eet, dat je uiteindelijk ook wel alles eruit dat loopt. Dat je al aan de dunne gaat. Ja, gatver. Ik kan het zo wel even proberen trouwens. Nou ben ik wel echt vet benieuwd of dat werkt. Ik leg even mijn vlees in de koek. Vooral die prime meats. Daar kun je misschien straks al wat mee. Dan trek je ook nog eens kleren aan? Of, Nee, ik doe deze aflevering in mijn naakt. In mijn naakt hier. Ik hoop dat je het niet erg vindt. Kijk, zeg maar, de kijkers hoeven er niet naar te kijken, hè? Dus dat... Ja, ik probeer de andere kant op te kijken, maar... Het gaat oh, ik moet jou beschermen, hè? Ik ga het proberen, oké. Kijk, hè. Nam. Oh, kijk eens hoeveel stimmerjes ik eet. Dan moet je de animatie afwachten. Nou, bij zo'n olifant, dat als je dit er echt 10 geeft, dan heeft hij er echt al wel weer eentje geproduceerd. Oké, ik heb al bijna... Maar misschien moet je ze niet alleen eten, maar kun je daardoor gewoon sneller weer op Z drukken, zeg maar. Gaat het niet automatisch? Oh ja. Dat zou kunnen. Ja, slim. Dat is wel goeie, want ik heb nu een stack van die dingen gegeten. Ik voel me een beetje raar, maar... Oké, dat is één rol. We gaan even kijken hoe goed we zelf het rollen kunnen maken. We hebben wat meer stimberries voor nodig. En daarvoor gaan we met Stegar. Die is... Oké, ik doe wel een beetje overdreven met de camera, maar... Hij swingt wel lekker altijd. Oh ja, dat lag. Is trouwens ook... Keilek! We krijgen altijd lag als we... Ik weet niet, dat zul je vast ook wel hebben als je het spel zelf speelt. Maar als je heel veel van die struikjes tegelijk kapot maakt... dan krijg je echt een enorme lag spike. Alsof je naar een PowerPoint-presentatie zit te kijken. En dan komen zo één voor één komen die beelden voorbij. Oké, Stimberry. Zet ik die even op. PowerPoint Evolved. Ark op een PowerPoint-presentatie. Wauw. Ik wil heel veel slides maken. Oké, nu kan ik nog niet... poepen. Snel eten. Nom. 20? Nee, not ready. Oké, de half stack dan. Ik denk het niet waar. Nee, ik denk niet dat het werkt dan. Nee, het werkt niet. Nou, dan moet je gewoon. Je kunt ook gewoon een olifant op je dino zetten. Gewoon meetillen. Nee, gaat niet werken, man. Helaas, ik heb die bushstuk niet meer nodig. Deze moest wel even. Zo bam op mijn hoofd.
Dankjewel. Ja, laten we even kijken. Nu we al dat vlees hebben van, het, van die Zwitserhal. Kunnen we misschien wel beginnen met het bouwen van... Oh, je krijgt wel een beetje uitdrogingsverschijnselen van al die besjes eten. Drink. Chill. De keuken uitbreiden. Belangrijk, dat is wat we moeten doen. Want je kan al een poosje, kunnen we al de industrial cooker, heet het, geloof ik. Ja. Klinkt echt als een vet cool Telcel apparaat. Maar het is een enorme kookpan waar automatisch het water in gaat. En dat is echt een van de vervelendste dingen van koken, is dat je de hele tijd water erbij moet doen. Dus we dachten van, nou, we hebben hier toch nog een plateautje. Ja, maar deze ruimte. Nu is er ruimte. Dat we dat ding hier neer kunnen gaan zetten. Dan moeten we eventjes naar de metaalbasis om wat metaal te halen. Ja, ik denk dat we het best daar gewoon kunnen maken. Het hoeft niet al het metaal hierheen te tillen. Maar dan moeten we alle spullen die we daar nodig hebben daarheen tillen. Plan. Maar dat is waarschijnlijk sneller. Ik ga even opzoeken wat het kost. Want waarschijnlijk neem ook een stack ingots voor mij mee. Kunnen we wel met de Zwitserhal even er naartoe, toch? Ja. Dat gaat prima. Die vliegt ook wel lekker snel en die heeft ook veel stamina. Stamina. Staat het hier? Volgens mij niet. Het heet toch koeker? Industrial. Iets met industrial heet die, denk ik, sowieso. Ja, dat dacht ik ook. Indus. Oh, ik kan helemaal niks industrials maken bij de fabricator. Dat is raar. Industrial cooker, heb je me al geleerd. Hij heet wel echt een industrial cooker. Nee. Can only be crafted at fabricator. Ah. Huh. Unlearned. Oh ja, nee, dat is industrial grill. Nee, ik kan hem überhaupt nog niet. Oh, hier is hij level 60. Bam. Learn and grow. Nee, die industrial forge, daar waren we eerst voor aan het sparen, maar die is nog wat duurder. Die wil ik ook heel graag, maar dat is moeilijk. Kijk, eerst moeten we de cooking pot leren. Industrial Forge, die kost 2500 ingots. Dat weet ik wel, maar... Learn. Zal die cooker wel iets goedkoper zijn. Yes. En nu kan ik weten hoeveel het kost. Het staat namelijk... Hier. Bam. 300 polymer. Oké, dat is best wel duur. 1800 metal ingots, what? 1800, dat is en meer 300, dan ik had verwacht. 300 oil. Dus, en 450 smidden paste, oké. Okay. Hmm. Ja, we moeten gewoon zoveel mogelijk spullen meenemen wat we kunnen missen hier, denk ik. En dan, want polymer, smidden paste en oil, dat weegt niet zoveel. Dus dat kunnen we wel meer heen en terug meenemen. Maar metal ingots, dat is niet aan te slepen. Dus, ja, we gaan nou, we hebben er wel veel gemaakt. Ik denk dat we er echt nog wel 2000 liggen. Ja, het ligt daar. Maar als we het zeg maar eerst van de metaalbasis moeten hier naartoe moeten brengen. Nee, dus we gaan het wel echt daar maken. Oké, laten we even spullen verzamelen. En dan komen we zo terug. Oké, we staan hier in de bergbasis en het is hier een beetje lawaaierig. En dat komt omdat we echt 200 polymer aan het bouwen zijn. We hebben al een hele hoop, maar kijk, als je kijkt naar deze, dan zie je dat cementing paste gaan we nog, hebben nog nodig. Maar polymer wordt wel gecraft. We hebben genoeg polymer om het dan te craften, dus dat scheelt. Maar hier wordt ons cementing paste bijgebouwd. Lekker. Yep. Nou, misschien gaan we het wel halen. Ja, het gaat lekker door zo. Het gaat zeker hoop lekker maar. Door. We hadden ook echt nog op jacht. Vet veel. Deze kost dat 12, wat zijn dat, 12 stacks? Zo staat hij hierin. Ja, we hebben nog wat over. 12,5 stacks. Ja, ik heb ook een beetje in Zwitserland gelegd. Want onze metal in andere bases op. Maar dan is het wel zo meteen op. Dus. Nee, maar dat is wel, daar is het ook voor. Hè? Duur nog eventjes voordat we level voordat we de volgende grote machine kunnen bouwen. Ja, daar hebben we 2500 voor nodig. En dan zijn ook weer zo'n shitload aan cementing paste. Hoeveel betaal je? Jongeman. Ah, dat mag. Nee. De hele aflevering zijn we al daarover aan het praten, dus er kan deze wel bij. Ja, oké. Okay. Prima, nee, dus dat wil ik even laten zien. Dat we echt keihard aan het stampen zijn om die dingen bij elkaar te krijgen. Het is echt een werk. Maar het is wel echt heel handig dat we hier naartoe gevlogen zijn. Want ik heb ook de besjes aangevuld en het vlees aangevuld. Dat zijn die dingen die je toch hier wat moeilijker bovenop de berg kan halen. Had ik trouwens, ik weet niet of ik jullie al het laat zien, maar ik heb een lampje hier geïnstalleerd. We hebben hier op de buitenkant van de bergbasis hebben een generator. En dat is soepel, want we hebben hier in de bergbasis koelkasten en licht. Zo kunnen we s'nachts gewoon lekker doorwerken. Zonder dat het heel donker is. Gaat het hier goed met polymer? We moeten gewoon 300, man. Ja, dat duurt nog even. Yo man, we hebben niet genoeg cement paste, dus we zijn er even op uitgegaan. En we hebben nog nooit een beverdam gehad. Niet met ons, niet in Beverwijk helaas, maar ook niet in het wild. Oh, nog niet bij ons thuis. Een bron toch geklapt. Anders helpen wij wel met klappen.
Nee, ja, ik wil gewoon die beverdam. Dus. Ja, ik had een kaartje gevonden waarop stond dat er in deze hoek eentje moest zitten. Ja. Maar dan zou u toch wel bijna moeten ingeladen moeten worden. Ja, precies. Maar volgens mij mijn render distance. Want we zijn nu ook echt op de locatie waar die zou moeten zijn. Al dus mijn GPS. Zie je wel bevers daar op rechts? Ja, veel dichter bij huis. Zullen die ook waar is die dam dan? We zijn in de gaten houden en dan verklappen ze waar de dam is, doordat ze af en toe er naartoe gaan. Ik weet niet, je moet wel goed zoeken natuurlijk. Volgens mij kunnen die dingen, vallen die dingen nog best wel op ook als je ze... Ik denk het ook, ik denk dat ze best wel scherpe randen hebben, zeg maar. Maar ik zie ze niet, dat is wel echt jammer. Want die dammen zouden dus vermoedelijk vol zitten met allemaal goede mat, zoals cementing paste. Vooral dat ja, en dat willen wij zo graag. We need it. Die planten schieten ook alle kanten weer op. Die zien natuurlijk allemaal dino's hier. Die planten gaan ook echt nooit vrienden maken. Nee, dat klopt. Je kan ze wel even op sleep zetten. Als je niet wil dat ze dat doen. Oh, ik heb er geen zo'n problemen mee. Laat ze maar een beetje opjagen. Gaan ze gewoon een dam bouwen. Ja, precies. Oh ja, gaat bouwen. Post. Nee, helaas. Dan moeten we ergens anders zoeken. Is dit het? Volgens mij is dit het, man. Er zijn bevers en er zijn twee hoopjes bladeren in het water. Ja, maar het ziet er volgens mij meer uit als takken. Dus ik denk niet dat dit het is, maar ik kan er even op af. Ik heb plaatjes gezocht op Google, omdat ik wilde weten waar ik naar zocht. Zo hip. Maar nee, ik denk nee, dat het is, mij maar... is het ook niet. Ik wil het zo graag dat het is. Oké, we hebben alle spullen bij elkaar en nu gaan we het... Bouwen. Yeah. We gaan het gate aanzetten. Zet deze aan. En als je wel een beverdam vindt, zeg het ons. Dan gaan we op dezelfde plek kijken. Ja, inderdaad. Ik wil echt heel graag... Ik kan nu alleen maar plaatjes kijken. Je zit de hele dag op internet zo... Oh, ik wou dat ik met een tranen in mijn ogen. Dus niet, zo, Ik zit op elk YouTube filmpje dat ik kan vinden waar wel iemand een beverdam zit. Toen komt het, ja, jullie wel. Ja, jullie wel. Ja. Nee. Nee, het gaat goed komen, jongens. We gaan er eentje vinden. Nice. Maar oh, vandaag is de helikopter boven mijn huis. Oké, relax. Maakt niet uit. Het is live. Morto is live aan het opnemen. Nee, cool. Hij wordt gereed. We hebben denk ik alles wel. Kun ik nog meer metaal meenemen? Ik denk het wel. Ik had al wat metaal in de inzetsel gestopt. Ja, wat 400. Metaal, ja. Maar... 600 misschien. Zeg maar, wat ga je hiermee doen? Moet het, oh, ik zit vast. Wat ga je hiermee doen? Opeten? Nee. Nee. Dat is gewoon... maar 400. Ja, we moeten gewoon alles meenemen. Als hij het kan tillen, maar dat is al super sterk. Er zit veel prime meat in. Ik was net... Ik ging even dino's doodmaken. Ah. We hebben dino's doodgemaakt net natuurlijk. Lachen. Altijd chill. Maar dat gaat alweer kapot. Ja, dat gaat vanzelf. Oké, dus dit kan erin. En dan is het wel tijd om te gaan, denk ik. Of moeten we nog crystals? Volgens mij liggen hier ook altijd van die crystals. Ja, dat die zijn... moeten we zeker meenemen. Hoppakee. Gooi gewoon al die spullen erin. Echte bergspullen zijn dat. En dan kunnen we terug gaan vliegen. Man, ik... Weet je wat, laat ik deze ook gewoon hierin leggen, in Zwitserland. Dan raak ik hem niet kwijt. Ik denk wel dat we nog misschien nog een paar meer van die planten hierop moeten zetten. Dan wordt hij nog veel stoer van. Ja. Ik ga even vertellen hoeveel onderdelen erop zitten, want dan kunnen we weer... Hey, je duwt mij eraf. Oh, dan sta ik op een andere platform. Oh, je staat erop. Oké, prima. Laten we gaan. En dan zie ik je wel... En nu was ik eraf gedaan. Oké, man. Nou, het is lekker weer. We zijn terug in de basis. Zo chill dat het geluid is. Oké, we hebben hier genoeg ruimte. Hè? Het is een beetje... Het is niet helemaal wat ik ervan verwacht had. Dit ding is echt ongeveer even hoog als jij, denk ik. Je denkt dat als je één sarnaya soep wil maken, dan... Kan het wel in die twee potten. Linkerhelft, rechterhelft. Eentje voor je nieuwe, eentje voor sarnaya. Prima. Hier, probeer jij het anders. Anders moeten we denk ik... Volgens mij moet je ook gelijk aan een waterleiding zitten. Ja. Dus kan hier gewoon. Maar dat gaan we niet doen. Nee. Laten we een ander plekje zoeken. Bijvoorbeeld... Oh. Wow, dat is toevallig. Hey, oh.
Nou, zal ik de eer maar op me nemen? Ja, doe jij het maar. Verder dat het ding kan vliegen. Ah, zei ik toch. Hij zit niet eens goed aan die waterlijn. Kijk, hij zit allemaal niet goed op die waterlijn. Nou, dit het werkt wel, denk ik. Oh, ik moet eigenlijk nog eventjes wat narcotics hebben. Dat is wel ideaal dat je gewoon helemaal geen water meer hoeft toe te voegen. Ja, dat is echt chill. Zit er een soort van meter in of zo, dat er water in zit? Of zegt hij dat hij aangesloten zit op water of zo? Hoe is dat geregeld? Ja, ik zit even te kijken. Ik, Irrigated staat erbij, ja. Oh ja. Duizend van de duizend water. Als het dan kapot gaat, dan houdt dat op. Je kunt ook super makkelijk verf maken. Yeah. Which is nice. Emmers met verf. Ja, ik wil eventjes een recipe maken. Een van mijn persoonlijke favorieten. Fria curry. Gaan we echt een heleboel van maken. Ja, dit kan allemaal in. Vet veel besjes. En wat narcotics. Ja, wat gasoline, denk ik. Oh ja, gasoline. Dat ligt er wel in de... Heb je dat? ...unit hier. Ja, hier ligt er denk ik wel in. Nu heb ik het. Eentje. Gewoon eentje is genoeg, denk ik. Gooi het maar in. Light it up. Turn on. Woes. Oeh, ziet er wel wow, slik uit. Ziet er wel echt heel vet uit, ja. Mooie vlammen. Zou je het pijn doen? Nee. Oh ja, je ziet het water recht naar beneden gaan en dan zie je het weer vol vliegen. Het water? Ja, ik zag het 900. Ja, je kunt als je naar kijkt. Het, inderdaad. Ja. Oh, kijk, je ziet gewoon... Oh, ging van 3 naar 4. 5. Ja, dit gaat echt hoppakee, ideaal. Dit is echt, ja, dit is echt veel beter, man. Hij hoeft er alleen nog even een huisje omheen, maar dit is echt relaxed, jongen. Want volgens mij kunnen we hier echt alles mee maken. Kabels en weet ik veel wat. Ja, dit is echt quality of life, jongen. Dit is echt vet. Dan kunnen die oude plekken hier onder ook weg. Welkom in Endgame. Endgame. Where everything is nice and awesome. Anyway, ik denk dat dat gaat doen voor deze aflevering. We hebben paars vlammen en ik ben lekker aan het koken. Het is raar dat je hier tussendoor kan, maar het kan. Ik kan er niet onder kruipen. Anyway. Oh. Ik word ontvoerd door een UFO. Help. Zo ziet het er wel uit. Anyway, laat een like achter als je het leuk vond. En ik hoop je allemaal te zien in de volgende aflevering. Tot ziens. Doei. Oh my bad, ik was bezig. Ik denk, ik ga een screenshot van Mortu maken. Onder de vlammen.